Mariska Huisman, kampioen van Kralingen. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Ja. Was het bijzonder om hier op deze baan te rijden? Ja, het is wel bijzonder. Je stapt het ijs op en het maakt ook iets ander geluid omdat je in de tunnels gaat. Maar nee, het is heel bijzonder, maar wel heel erg leuk. Uniek ook, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, waar heb je het? Een tunnel om in te schaatsen. Nee, het is super mooi. Het was ook heel mooi ijs. Je had geen last van de wind, dus eigenlijk ideaal. Ja, wel gek op een gegeven moment als er bijvoorbeeld een koproepje weg is. Hè, die gaan de bocht om, ja, dan ben je ze even kwijt. Dan zie je ze niet meer. Nee, klopt. Je moet echt wel een beetje goed opletten. Want als je iemand te ver weg laat rijden, dan deze je zomaar weg, inderdaad. Ja. Wat was dit voor een wedstrijd? Nou, we hadden best wel een mooie wedstrijd van gemaakt. Tenminste, vond ik. het ging best wel hard en best wel uitlooppogingen. We hadden een kopgroep. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd was voor het publiek ook. Ja, jullie schaatsers zijn een makkelijk volkje wat dat betreft. Hè. Die baan die is hier opgetuigd. Er wordt gewoon een plekje gevonden op de kalender, want er moet hier gewoon geschaats worden. Ja, klopt. Als wij kunnen schaatsen, dan zijn we er gewoon. Jullie zijn wat dat betreft niet zo moeilijk. Nee, we zijn een beetje gek, hè? Ja. Hoe ziet het de rest van het seizoen eruit? Wat ga jij nu doen? We hebben maandag de 30e hebben het NK Marsstart in Heerenveen. En ja, 5 januari hebben we het NK in Dronten. En dan daarna maken we ons op voor de Wijzenzee. Het is allemaal leuk en aardig schaatsen in zo'n tunnel. Maar waar jullie natuurlijk echt naar snakken is naar dat natuurreizen. Ja, heel even deze winter dacht ik toen het mooi weer werd en helder. En het begon een beetje te vriezen. Dacht ik, nou, het komt eraan. Maar voorlopig geen winter. Nee, helaas. En dan zijn er gelukkig deze tunnels. Ja, dan hebben we deze bijzondere uitstapjes. Ja. Dankjewel.